keer voor gebeuren. Of is het me wel een keer gebeurd? Ik weet het niet meer. Nou ja, maakt niet uit. In ieder geval heb ik het net even gedaan. Ik ben nu wakker. Het is pas 7:15. Ik had me echt voorgenomen, omdat ik vandaag niks op de planning heb staan, om enorm uit te slapen. Maar dat is niet helemaal gelukt. Maar goed, dat geeft niet. Ik kan wel lekker rustig aandoen en ik heb gewoon geen haast en geen dingen op de planning staan. Ik ga heerlijk gewoon lekker editen en nog wat online cadeautjes bestellen die ik gisteren niet heb kunnen vinden. Misschien dat ik alvast een deel van mijn kerstboodschappen ga halen. Maar daar heb ik in principe ook de komende dagen nog wat tijd voor. Dus ik kijk wel even wat ik ga doen. Mijn neefje is vandaag bij mijn ouders. Dus dat is heel gezellig. Dus daar ga ik zeker ook vandaag nog even naartoe. Morgen ga ik wel weer op stap. Morgen ga ik met mijn ouders en mijn neefje, want die blijft slapen vannacht bij mijn ouders, naar de Driesprong in Zoetermeer. Dat is een onwijs tof tuincentrum, tenminste. Met de kerst. Voor de rest kom ik er eigenlijk nooit. Maar ze hebben met de kerst altijd een onwijs gave kerstshow. En heel groot en heel leuk. Ja, ik ga er ieder jaar wel even kijken. Dus dat gaan we morgen doen. En nu ga ik lekker even koffie zetten. Zo, net even een stukje opgenomen voor de vlog van afgelopen donderdag. Nou, ja, dat was echt een rommeltje, hè? Maar goed. Kwam door de omstandigheden. Ik heb er verder ook niet zoveel over te zeggen. Het is gewoon wat het is. Maar ik moest dan ook wel weer lachen. Dat het zo gaat het ook soms gewoon, laat ik het zo zeggen. Ondertussen moet ik eigenlijk editen. En zit ik gewoon nog lekker filmpjes te kijken. En te kleuren. En dat doe ik gewoon niet zoveel. Heerlijk. Ik heb afgelopen 2 dagen... best wel druk. Nou, druk. Drukker gehad. Dingen gedaan. En ja, dit is voor mij ook gewoon vakantie. Lekker. Niks doen. Dus daar ga ik nog even mee verder. Hallo? Hoe kom ik zo blauw? Geen idee. Oh, het is alweer weg. Maar ik ben op zoek naar een leuk cadeautje voor mijn ouders voor kerst. Ik wil ze eigenlijk in maart 2 nachtjes meenemen ergens naartoe. Of 1 nachtje, moet ik nog even kijken. Maar iets aangepast vinden is altijd zo ingewikkeld. Maar goed, ik ga nog even verder speuren. Ik vind het wel leuk om me altijd even uit te spitten hoe of wat. Dus dat is wel gezellig. Het is gelukt hoor. We gaan in maart een weekendje naar Overloon met z'n drieën. Dat ga ik ze voor kerst geven. Dus ik moet nog even een maniertje verzinnen om het te verpakken en onder de boom te leggen. Heel veel zin in nu al. Zeker weten. Dus ik ben er wel wat uurtjes mee bezig geweest om wat te zoeken. Maar het is uiteindelijk gelukt. Dus dat is heel fijn. En Overloon is volgens mij ook wel leuk. Ik ben daar nog nooit echt op vakantie geweest. Dus we gaan het zien. Brabant vinden we sowieso alle drie erg leuk. Dus gaat helemaal goed komen. Superleuk. Nu maar even wat eten, denk ik. Of nog eventjes wachten. Nou, kijk nog wel even. Ik weet nog niet of ik nog naar buiten ga vandaag. Het is echt zo'n luid dagje natuurlijk. Maar goed. Jullie gaan zo, het is alweer heel wat uurtjes verder. Ik ga zo eerst even naar beneden om te eten. Ik ben vooral aan het editen, aan het relaxen, aan het niksen. Ja, heerlijk. En ondertussen ook even met Ronald aan het chatten over mijn nieuwe YouTube-banner. Want die schat gaat me er weer bij helpen. Dus dat is wel echt heel fijn. Iets wat ik dan zeg maar voor vast kan gaan gebruiken. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat wordt. Dat wordt ook wel weer fantastisch, denk ik. Had ik jullie mijn nieuwe trui al laten zien? Weet ik niet meer gisteren. Nieuwe Harry Potter trui. Zo lekker warm en zacht. Heerlijk. Die gaat ook mee in de bus. Als ik op wintersport ga, daar is dat wel een beetje koud. En dan is dit wel erg lekker. Oké. Nou, ik ga even eten. Ik heb 2 dingen besteld bij bol.com. Allereerst een iets groter SD-kaartje. Want als ik straks op wintersportvakantie ga, wil ik daar een weekvlog van maken. Maar ja,
Dan moet ik natuurlijk wel genoeg ruimte hebben om mijn kaartje om voor de hele week op te nemen. En ik heb er nu eentje van, 32 geloof ik. En nou, hiervan weet ik in ieder geval zeker dat het genoeg is. En daarnaast heb ik hier nog een pakketje. Oh, wacht. Ik ga het eerst even openmaken, want er zit een plakband. Zo, dat is beter. Ik heb 2 extra batterijen besteld. Dat was een aanbieding. Met daarbij een externe batterijoplader. Want nu laat ik dan de hele batterij op. Of de hele batterij. De hele camera op. Maar nu kan ik die apart. Deze opladen, zeg maar. Dus dat ga ik eerst even regelen. En dan. Dan heb ik 2 extra opgeladen batterijen. Dat vind ik wel fijn. Ga ik ook even kijken of ze het doen. Maar ik ga ze eerst maar eens even opladen. Zo, toch zo. Blij met mijn opgeruimde tafel. Oh, ik kan het ook echt niet, hè? Tjongejonge. Nou ja, misschien nog wel een klusje voor vanavond. Even kijken. Laten we gelijk eens even de adventkalender uitpakken. Mijn nieuwe kleurplaat. Eens even zien. Ik heb geen zin om jullie op een statief te zetten, dus dat doe ik ook even niet. Het is de 19e vandaag. En we zijn alweer druk aan het chatten met elkaar. Ook deze begint langzaam een beetje uit elkaar te vallen, mensen. Even kijken. Hier dan. Ja. Daar heb ik natuurlijk even 2 handen voor nodig. Ik kan hem ook even zo leggen. Ik denk dat dat het makkelijkste is. 19. Kijken waar die begint hoor. Oh, hier. Oh, en lippen. We zijn eindelijk klaar met de kwastjes, jongens. Daar ben ik eigenlijk eerlijk gezegd wel een beetje blij mee. Baby girl is de kleur. Baby girl 3 zelfs. En dan wou ik hem laten zien en dan kan dat niet. Wacht. Jullie mogen even in de adventkalender staan. Ik hoop dat dat lekker staat. Er zit er weer een gek stickertje omheen. Hou nou toch op. Ja, dit helpt natuurlijk gewoon niet. Zal ik eens even kijken of ze iets van me willen. Zijn jullie nog goed in die adventkalender? Jullie kijken naar vakje nummer 12, maar ja, die is al open. Dus daar zie je ook niks aan. Nou zeg, daar begint wat te komen. Zo, die is open. Wou ik een doppie in mijn mond doen, maar dan kan ik niet meer praten. Dat is ook niet handig. Overal bij nadenken als je vlogt. Ja, nou lijkt... Oh, willen jullie ook een beetje op? Nou lijkt het een beetje rooier te zijn. Maar het is wel echt roze. Leuk. Nou. Zo. Ik ben er nog. Nou, dat was hem weer. Ik kijk nog even de vlog van Marcia af. En dan ga ik zo lekker slapen. Ik heb vlogs geëdit vooral vanavond. Ik ben wel weer lekker een beetje opgeschoten. Geen idee hoeveel ik vandaag gefilmd heb. Ik heb echt een onwijs relaxed dag gehad. Maar goed, dat compenseert weer leuk met morgen. Want morgen gaan we naar de Driesprong in Zoetermeer, een tuincentrum. Met mijn vader, mijn moeder en Tim en ik. Dus dat wordt heel erg gezellig. En daar gaan jullie natuurlijk mee. Want daar kan ik hele leuke kerstige beelden maken. Dat komt helemaal goed. Voor nu bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je hem leuk vond en een duimpje omhoog doet. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. Goeiedag of goeienacht. En tot morgen.